Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Kanijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi Valentijns bloemstuk maken. Ik kreeg veel de vraag, goh Carlijn, ik had hem een keer laten zien in een live. Wanneer ga je ermee aan de slag met dit mooie hart? Nou, vandaag gaan we ermee aan de slag op deze mooie pot. Die er qua kleur heel mooi bij past. En dan gaan we een heel apart Valentijns bloemstuk weer maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneren is helemaal gratis. Dan blijft u op voor alle leuke video's die ik maak. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulwijbloemist.nl, dan vind je het onderkopje cursuspakketten. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's deelt op Facebook of Instagram, dan maak je ook nog eens elke maand kans op een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Dat is natuurlijk heel erg leuk. En in de volgende video hebben we alweer een winnaar. Daarnaast loopt er ook nog een winactie. Daarvoor kan je naar de vorige video gaan. Er zijn heel veel winacties. Dus wil je dat ook niet missen, abonneer even gratis op het kanaal. Dan mis je helemaal niets van al die leuke acties. En dan gaan we nu echt gauw beginnen. Zoals ik al zei, gaan we aan de slag met dit mooie, met de mooie pot en het hart. Allereerst gaan we even folie in de pot doen voor het lekken van de oase. Dan leggen we er een blok oase onderin. Of een deel van de oase. Daar bovenop komt dit hart. Die komt er zo in te staan. En dan zetten we weer oase naast waarbij we klemmen. Dus dan staat het hart er weer goed stevig in. En zoals je ziet hebben we dan eigenlijk al een heel leuke basis waarmee aan de slag kan gaan. En wat het bloemstuk echt heel apart maakt. Dus ik haal jullie even iets dichterbij en dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik leg een half blok eerst onderin. Ik heb de folie dus onder. Dan zet ik het hart er eventjes op. En daartussen, als je dan een stukje folie over hebt, die kun je er vast afhalen. En die leg je even tussen de oase en het hart. Zodat het hart niet het water opneemt en het verkleurt. Dus daardoor bescherm je eigenlijk het hart een beetje. En dan kun je het hart later ook weer leuk gebruiken. En daarnaast zetten we hem dus weer vast met de rest van de oase. Dat doe ik ook aan de andere kant. En ook aan die kant doe ik er zo'n beetje folie tussen. Zoals je ziet hebben we dan al de mooie basis van het hart. Hij staat er al mooi stevig in omdat we hem geklemd hebben door de oase. Maar ik heb dus elke keer echt een stukje plastic tussen de oase en het hart gedaan. Omdat het hart van hout is, dan neemt hij dat, het water van de oase niet op. En dan kan je het hart later ook nog weer leuk gebruiken. Goed, dan gaan we nu aan de slag met de bloemen. Allereerst heb ik hier een leuke dracaena. En de dracaena die ga ik, de blaadjes, ik gebruik hem namelijk in twee delen. En de blaadjes die buig ik en dat zet ik dan weer vast met een draadje. Geeft een heel leuk effect met het blad. Dus ik pak de puntjes dan vast. Nou, en zoals je ziet hebben we dan een heel mooi toefje van het blad. En die je dan weer mooi kan gebruiken in het stuk. Onderaan doe ik even een ijzeren draadje waarmee je hem vastmaakt. Dit kan je trouwens ook leuk doen met aspidistra blad. Dan scheur je het aspidistra eigenlijk op dezelfde manier. En maak je er ook zo aparte toefjes van. Een plekje in je stuk op vier verschillende plekken
Je kan dus in plaats van het Dracaena ook Aspidistra blad gebruiken. Dan plaatsen we in het midden naast het hart de katjes. En deze gaan we zo buigen, zodat we straks het bovenste gedeelte van het hart mooi verbinden. Dit doe ik aan beide kanten, dus 1. Dit doe ik ook met zuidenwindlelie. Want deze kan je straks ook zo leuk buigen. Dan heb ik mooie distel en deze verwerk ik kort. En de een mag best wat hoger zijn dan de ander. Je kan echt spelen met die hoogte en de diepte in het stuk van het hart. We laten het hart wel mooi open. Het geeft een mooi sierlijk effect. Dan hebben we deze prachtige rozen. Ik vind het wel mooi als deze wat meer in het hart van het hart komen, laten we zeggen. Dus in het midden. Dus deze steek ik iets langer op. En die laat het dan een beetje naar binnen lopen. Zodat je echt diepte krijgt in het stuk. En die rozen mooi centraal staan. Dan heb ik mooie anjes. En deze steek ik er juist weer wat korter in. Ik wil het onderop natuurlijk ook mooi opgevuld hebben. Je kan het op groepen verwerken en je kan het ook verdelen. Dan heb ik Hypericum. Die steek ik er kort onderin. Zodat ik wel die verbinding maak en je geen gaten krijgt. En dan heb ik mooie Viburnum. Ook deze steek ik er kort in. En zoals je ziet vult deze kant zich al mooi op. En wordt het heel apart door het diepte wat je creëert. Mooie eucalyptus. Nu is dit een mooi langer zakje. Ik laat hier ook wat meelopen met het stuk. Maar kijk ook goed hoe de producten mooi tot zijn recht komen. Ik kijk dus goed dat je, dat je er goed doorheen kan blijven kijken. Maar ook dat je onderin mooi compact en gelijk opsteekt. Dus daar let je goed op. Dan heb ik mooie gebraatjes. Bij gebra steek altijd eventjes voor in het oase. Is altijd heel belangrijk. Dus even met een steel even voorprikken. Prachtig. En dit doe ik ook aan de andere kant van het hart. Maar wel, ik zet ze wel bij elkaar. Dan heb ik nog extra deze leuke hartjes om nog iets extra Valentijn toe te voegen. En deze vind ik heel mooi er weer tussen, omdat die het speelsige echt terug laten komen. En je op deze manier die vorm van de hartjes echt versterkt. En als je nog wat oase zichtbaar hebt, kan je daarvoor een beetje mos gebruiken. Dit geeft ook vaak net wat rust in het stuk. Dus mocht je het een wat drukker stukje hebben, dan kan je dit ook gebruiken. Je kan dit er gewoon voorzichtig tussen stoppen. Maar mocht het nodig zijn, gebruik je eventjes een krammetje. Maar vaak is dat niet eens nodig. Zoals je kan zien, hebben we echt gewoon een heel mooi en apart stuk.
door het openen van het hart wat we hebben gebruikt. Maar we gaan nog eventjes die vorm iets versterken door te buigen met de stenen die we net in de hoogte hebben gestopt. Deze bevestig ik weer aan het hart met een stukje touw. Hiervoor gebruik ik jute touw, want dat vind ik gewoon zelf het mooiste. Nou, die buig ik dan voorzichtig en daar doe ik gewoon een touwtje omheen waaraan ik hem weer vastmaak. En dit doe ik ook met het andere takje. En je kan eigenlijk gewoon zelf kijken wat jij leuk vindt, welke kant je dan opvalt. Je kan maar één kant van het hart doen. Je kan alle kanten van het hart gebruiken. Dus speel juist met die diepte. Ga wel voorzichtig om met de materialen. Vooral met het buigen. Doe dat echt voorzichtig, dat je hem niet knakt. Tof is dan dit bloemstuk. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving staat een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnabloemist.nl, vind je onder kopje cursuspakketten. Heb je dus iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, of dat nou is met een pakket van mij, of dat je zelf lekker aan de slag bent gegaan? Deel het op Facebook of Instagram, tag mij en dan maak je elke maand kans op een cadeaubon te waarde van 15 euro. En dan hoop ik dat je het weer een leuke video vond. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Laat hieronder in de reacties weten wat je van deze video vond. Wat je graag wil zien aankomende tijd. Het voorjaar komt er weer aan. Dus super veel zin om daarmee aan de slag te gaan. Weer een tikkeltje richting Pasen. Misschien heb je al zin in een paasvideo. Laat het dan even weten. Of misschien zeg je, ik vind het gewoon een beetje te vroeg. Mag je ook laten weten. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En zie jullie bij de volgende keer weer.